Ja, we hebben met alle 14 Twentse CDA-fracties een motie in voorbereiding gehad. En vanavond hebben we die in Almelo ingediend met als strekking om de provincie aan te sporen om ervoor te zorgen dat het onderzoeksrapport dat er nu ligt, dat juist de gegevens over afvalwaterzuivering, dat die goed worden getoetst. En want het lijkt erop dat de minister een besluit gaat nemen op basis van een rapport met gegevens die niet helemaal zuiver zijn. Hè, waar echt nog onduidelijkheden in zitten. Dat is de eerste kant van de zaak. En de tweede kant van de zaak is dat we heel graag willen dat er een pilot gaat plaatsvinden om daadwerkelijk afvalwater te gaan zuiveren. En de NAM die haalt olie uit de grond en het afvalwater dat mogen wij hebben. Ja, zo is het wel. De NAM die heeft een kleinschalige oliewinning. Dat is oude energie die we liever eigenlijk, als er alternatieven zijn, voldoende vervangen zien worden door duurzame energie. En dat levert ook nog vervuild afvalwater op wat in de ondergrond gestopt wordt. En dat het risico van die afvalwaterinjecties, dat is dat het, als die pijpleidingen lek zijn, en dat is een paar jaar geleden is dat gebeurd, dat dat grote milieuproblemen oplevert voor zowel het drinkwater als voor het oppervlaktewater van ons watersysteem in het mooie Twente. Nou, wat het lastige is, uiteraard, het CDA wil eigenlijk dat, dat er zo min mogelijk in de diepe ondergrond in onze regio gebeurt, als niet duidelijk is wat dat op de lange termijn betekent. Maar je kan er niet zomaar van de ene op de andere dag mee stoppen. En je ziet nu, wetenschappers die spreken elkaar tegen. Er liggen rapporten die gebaseerd zijn, of waar in ieder geval nog best wel wat vraagtekens over te stellen zijn. Dus we willen heel graag dat er eerst eens zo'n pilot komt. En dat je aan de hand van die pilot kan zien, wat is nu een handige vervolgstap? Ja, als je de oliewinning die kan nu nog winstgevend zijn. Maar op het moment dat je dus het afvalwater gaat zuiveren, dan wordt daar heel veel energie mee gebruikt. Dus dan ben je je energierendement al kwijt. En dat kost heel veel maatschappelijk geld. En de berekening van het ministerie was dat er iets van 500 miljoen aan investering was. Dat is volgens mij wel wat overdreven. Dus het kan wel goedkoper. Maar het rendement van het zuiveren van het water gaat af van het rendement van de oliewinning. Dus ik denk van, stop er maar mee. Waar het ons om gaat is, wij geven op deze manier, met deze motie, geven wij de provincie, de gedeputeerden, geven we een steuntje in de rug. Van, ga nu in gesprek met de minister om ervoor te zorgen dat A, die pilot er komt en B, dat op termijn inderdaad die hele afvalwaterinjecties ook gewoon stoppen. Dat is van belang.